Intellectual. Ja, ja. Is het zo'n rare naam voor hem? Is dat Nijmegen, Marcel? We belanden opeens in een lijstje op de nummer, op de vijfde plek. Maar als we kijken naar de top 5 meeste buitenlandse optredens, dan zien we ook een opmerkelijke nieuwkomer, de punkband Intellectual. En dan sta je ineens naast één van Nederlands grootste muzikale exportproducten. Het is niet Chesto, het is niet Martin Garrix, maar het is Willem Heijmans. Ja. Wie kent hem niet? Nou, toch een hoop mensen. Ja, echt waar, mevrouw Verbeet. Intellectual. Maar ook met een nieuwe opvallende naam op het lijstje. En dat is de Nijmeegse punkband Intellectual. En dat is typisch Nijmeegs. Slim, sluw en linkse praat. Slim links. Met je slim links. Ja, dat is slim iets nieuws. Links, dat is Nijmegen. Willem Heijmans, goedemorgen. Goedemorgen. Zanger en gitarist van Intellectual. Misschien dat klinkt wel leuk. Ja, misschien dan toch een idee om dat... Ja, dan moet je de andere vier van de top 5 maar vragen. En, dan kun je uitrekenen wat er bij ons bij komt. Nou, en als je dit zo net zo ziet, dat stukje wat we even van het optreden zien, dan denk ik wel, oh, daar heb ik wel zin in. Ja. Dan wil ik ook wel weer een keertje. En ik kan nog lang. Zal het verschil tussen wat Intellectual verdient voor een optreden en een Martin Garrix of een Armin van Buuren zal toch wel enige nullen bedragen, vrees ik. Ja, jammer hè, Willem Heijmans. Dat vrees ik ook. Ja, dat is heel jammer. Ja, maar goed. Wel moet. Klinkt best lekker, toch? Ja, het klinkt best lekker. Ik vraag... Hartelijk dank. Willem Heijmans, zanger en gitarist van Intellectual. De Nijmeegse band Intellectual. In Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hi, nou, van harte gefeliciteerd. Ja, sta je ineens in het lijstje. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Maar dat is ook een punkband. Dat is echt heel grappig. Intellectual, die staan in de lijst. Het is een punktrio uit Nijmegen. Afgelopen jaar nog een nieuw album uitgebracht. Ik ga erover praten met Willem. Gefeliciteerd dat als eerste. En ja, hoe kregen jullie dit geweldige nieuws te horen? In de bus terug van een optreden in Duitsland. En we kregen ineens een mailtje met een vraag van het NPO... Eén radiojournaal. Mooie dag vandaag. Ik neem aan veel pers ook over de vloer, hè? Het is een gekkenhuis, ja. Ja, zeker. Oh, wat goed, maar man. Maar geen klachten.